Wat maakt jullie zaak duurzaam? En want we zien al, tenminste ik ken jullie merk omdat ik die namen ken, Met Jeans, Kings of Indigo. Waarom kiezen jullie voor die merken en wat maakt die merken duurzaam? Die merken zijn duurzaam omdat alle materialen waarmee ze gemaakt zijn gewoon echt duurzaam zijn. Dus ook allemaal gewoon heel eerlijk. Goedemorgen dames, Zero Waste. Wie zijn jullie? Jessica en Elisa. En wie is de initiatiefnemer of doen jullie dat samen? Ik ben initiatiefnemer van Zero Waste Nederland. En Jessica houdt ook bij Zero Waste Zeeland. Samen proberen we Zeeland en vandaag specifiek Middelburg wat meer richting afvalvrije stad te krijgen. En is dat een lastig iets? Want als ik zie hoeveel afval ik zelf produceer, dan lijkt me dat nog best een dingetje. Ja, nou ik ben een paar weken geleden hier een ronde gaan doen bij ondernemers en ik was zo blij verrast dat bijna iedere ondernemer in Middelburg kan zeggen dat ze al iets aan het verminderen van afval doen en verduurzamen. En de tocht was dus ook gewoon echt keuzes gemaakt van waar gaan we naar binnen, bij wie en krijgen een fantastisch verhaal. Want er zijn een heleboel fantastische verhalen. Ja, maar jullie zijn dus vandaag, hebben jullie een wandeling met hoeveel mensen is dat? Ja, met 15 in totaal met ons erbij. Dus de groep mag maar 15 zijn. Dus, COVID en alles. Ja. Ja. En gepaste afstand houden. En bij sommige winkels is er heel even naar binnen. En een aantal personen. En bij de anderen niet. Dan zeggen we voor de winkel van nou, dit is een winkel. Ja, nu staat er een groep bij Moois en Meer. Dat was ik toevallig vorige week. Ik weet dat die heel veel bezig zijn met duurzaamheid. Ja. En hier zijn jullie ook geweest. Ja. En doet Sophie Vet, doen die het goed? Die zijn net begonnen. Ja, die zijn net begonnen. En die gaan de goede kant op. Dus het is het goede voorbeeld van een nieuw bedrijf. Wat al nadenkt over duurzaamheid. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is goed om te horen. En jullie gaan nu de rest van de ochtend nog door langs allerlei winkels. Ja. Dus aan de deelnemers en ook aan andere mensen in de stad laten zien dat het heel makkelijk is om minder afval te gaan produceren. Iets wat daarbij kan helpen is deze sticker. Die plakt al op heel veel plekken in Middelburg en we verspreiden er vandaag ook nog een paar. En dat zijn dus plekken waar je welkom bent om je eigen bakje, zakje, dat soort dingen mee te nemen. Waardoor je ook weer heel veel verpakkingen kan besparen. Bijvoorbeeld hier kan je koffie to go meenemen. En dat hoef je dus niet in zo'n wegwerpbeker te doen, maar het kan met je eigen beker. En als je dat weet, als je dat soort dingen beseft, dan wordt het al een heel stuk makkelijker. Nou, heel duidelijk. En ik kijk zo nog even een stukje mee en een goede wandeling verder. Dank. En jullie gaan bij het koffiepand, gaan jullie lunchen toch? Ja. Gezellig. Klopt. Ja. Zijn ook goed bezig. Ja. Dank jullie wel. Ja.